Ja, de Brouwerstraat in Blokzijl. Het laatste woord zal er nog niet over gesproken zijn, over die drukte. En het kan er nog eens drukker gaan worden. Want aan diezelfde straat ligt ook de Grote Kerk. En in die kerk zijn ze erg druk geweest. De restauratie van het kerkorgel heeft heel veel moeite, heel veel tijd, heel veel geld gekost. Maar hij is klaar. Er moet nog één ding gebeuren. Hij moet nog even echt goed gestemd worden. Maar toch kregen wij alvast een voorproefje. Dit instrument is onlangs helemaal gerestaureerd. Waarom moest het gerestaureerd worden? Omdat na de vorige restauratie in 1968 op een aantal punten herstelling nodig was. Bijeengenomen is het orgel vrijwel origineel bewaard en ook naar die toestand weer gerestaureerd. Samenvattend kunnen we zeggen dat het een algemeen conserverende restauratie is geweest. Wij kunnen niet zonder dat goede orgel. En dat is dus van vroeger uit is dat orgel al in de kerk van 1901. Daarvoor was er een ander orgel. Dus in de kerk hoort een orgel. Het algehele conserverende herstel hield bijvoorbeeld in dat leer vernieuwd moest worden. Met name bij de balgen, die waren heel erg lek. Vilt in het mechaniek, een afregeling. Het pijpwerk moest grondig schoongemaakt worden. En het moest weer goed in elkaar gezet worden. En dat is bijna gereed. En bent u nu blij dat nu eindelijk het orgel dan zover is dat het weer helemaal gerestaureerd is en weer goed klinkt? Ja, daar zijn we super blij mee. Ja, ja, dit is een prachtige afsluiting van mijn seizoen als kerkrentmeester. Dat ik de kerk in deze situatie kan achterlaten. Wij hebben naast de subsidie van de provincie hebben wij ook nog giften gehad van fondsen. Die hebben een hele grote en belangrijke bijdrage geleverd aan de financiering van dit project. Daarnaast hebben wij op 28 oktober een veiling van diensten en goederen. Deze veiling die gaat heel veel opbrengen en als het goed gaat kunnen wij dan met gesloten beurs terugkijken op de restauratie van het orgel.